Wereldwijd hebben 2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. In Mozambique is dit ook het geval. Door de vele overstromingen wordt het water zout en raakt het ernstig vervuild. Het vervuilde water maakt de mensen zo ziek dat ze niet meer naar school of aan het werk kunnen. Ook krijgen veel mensen ziektes, zoals cholera, omdat er vaak geen goede sanitaire voorzieningen zijn. Schoon water is dus cruciaal om te voorkomen dat mensen ziek worden. In 2019 werd de hut van Sonia en haar familie verwoest door de orkaan Idai. Het land waar ze gewassen verbouwden veranderde in een onvruchtbare zandvlakte. Het gezin raakte alles kwijt en verhuisde naar een veiligere plek in het dorp. Om water te halen moesten ze elke dag ver lopen naar de rivier. Dit is ook nog eens gevaarlijk omdat er in de rivier krokodillen leven. Het water uit de rivier is bovendien sterk vervuild, waardoor Sonia en haar familie vaak ziek worden. Dorcas bouwt daarom in verschillende landen aan duurzame watersystemen, zoals waterputten en leidingen. Het water wordt automatisch opgepompt en gezuiverd. Ook hebben we programma's waar mensen leren hoe belangrijk hygiëne en schoon drinkwater is. Zo zorgen we ervoor dat er schoon drinkwater beschikbaar is voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare mensen. Doordat Dorcas een watersysteem bouwde in het dorp van Sonia, is haar leven en dat van haar familie flink verbeterd. Ze hebben geen last meer van ziektes, hoeven niet zo ver te lopen en het is minder gevaarlijk. Doe mee met actie Waterkracht en drink in de week van 18 tot en met 24 maart alleen maar water. Hiermee bespaar je ongeveer €17,50. Doneer dit bedrag en geef iemand een leven lang toegang tot schoon drinkwater. Om je te helpen bij deze uitdaging krijg je van ons een boekje met inspirerende waterverhalen, interessante waterfeitjes en een hoop leuke puzzels. Doe mee met actie Waterkracht. Drink water, geef water. Meld je nu aan via dorcas.nl/waterkracht. Door actie Waterkracht zorgen we er samen voor dat mensen zoals Sonia en haar gezin veiliger en gezonder kunnen leven. Bovendien houdt Sonia nu meer tijd over om geld te verdienen en kunnen de kinderen naar school. Door samen een week lang water te drinken, geven we meer mensen toegang tot schoon drinkwater. Doe dus ook mee.